De stukjes die zij maken zijn allemaal heel, heel eenvoudig. Allemaal is dat gebaseerd op meme en muziek. Maar er zit zoveel expressie zit erin. En dat ik dat allemaal mag zien en mag meemaken. Ja, ik vind het ja, geweldig. Want, wat zegt Erik? Zonder hart kun je niet leven. Ik hou van alle mensen die op de aarde zijn. En die niet op de aarde zijn en van muziek. Het gaat niet om wat je allemaal leuk vindt, maar waar liefde over gaat. Liefde is eigenlijk onmeetbaar. Kleding en mensen zijn wel meetbaar. Er worden gemeten, gelabeld en in een vakje gestopt. Maar gevoelens die zijn niet te meten. Die zitten hier van binnen. Ik zie zulke mooie dingen. Denk van, nou, ik zou willen dat iedereen dat ziet. Het gaat over een persoon die op zoek is, wat is de liefde nu? En die eigenlijk in een bad vol met liefde komt. Zoals mensen ook altijd ervaren als ze binnen onze theatergroep komen. Zeggen van, oh, ze zijn zo lief voor elkaar en zo aardig. En? Prachtig. Prachtig. Deze is ook heel van Jan. Hij is heel, heel romantisch. Hij doet kusjes geven, strelen doet hij. Massage geven. Deze heb ik gemaakt voor mam. De moe van mama. Omdat ik mama zo lief vind. Ik denk dat wij als hele gezin heel veel van haar geleerd hebben. En dat we ook heel anders naar de wereld kijken. Daar ben ik heilig van overtuigd. Financiële waarde kun je niet schatten, maar de maatschappelijke waarde is natuurlijk heel groot. Ook voor mensen met een beperking, maar ook voor mensen zonder beperking. En dat kun je niet in geld omzetten. Maar goed, als er bezuinigd moet worden op kunst, dan krijgen wij daar ook geen geld meer voor. Dus wat dat betreft is het heel kwetsbaar allemaal, wat wij doen natuurlijk. Dus dat zou eigenlijk betekenen dat ergens tussen Oostrum en hier, waarschijnlijk bij die overstap, dat daar iets niet goed is gegaan. Ja, vergeet die hier uitstap, maar ja, ik kan niks aan doen. En dat zijn ook dingen die je denkt van, oh, dat kan dus ook gebeuren. Einde relatie. Hij was een beetje macho type. Daarom wou ik uitmaken. Door haar heb ik gewoon heel veel geleerd. Ook ja, geleerd wat het leven eigenlijk is. Door haar echt, door haar. En dat weet je niet als je zo'n kind krijgt. Dan denk je gewoon van, nou, dat is het ergste wat me kan overkomen. Maar het is eigenlijk het fijnste wat je kan overkomen.